op mijn bed, voor een man in de spiegel, ouder dan jezelf, ik ben de bed. Die jongen met die lach, die bang voor de duivel, hij werd geen held, maar het ging niet slecht. Vol verwachting, vooruit, vol gas met de stereo luid, zo wakker. Zonder zorgen, we waren zo jong. Nou mannen, jullie zijn al ongeveer anderhalve maand bezig met jullie nieuwe tour. Hoe bevalt het? Het gaat heel goed. We kunnen ondertussen wel stellen dat we nu precies weten hoe die show in elkaar zit. Er gaat volgens mij niet veel meer veranderen nu aan de show. Dus, ja, we hebben nog een maand. Maar wat is het concept precies? Want ik heb iets gehoord over een kroeg. Ja, het decor is eigenlijk omgebouwd tot een grote gezellige kroeg. En daar spelen wij ook op in met bepaalde liedjes en bepaalde settings en verhaaltjes tussendoor. Eigenlijk is de show die gaat een beetje om de kroeg heen. Zo voorbij, maar onder voorbij, de wegen van de wereld zo ver nog rijden. Dat waren nog eens tijden. Hoe zijn jullie nou op het idee van een kroeg gekomen? Jaap, hoe ging dat ook alweer? Voorliefde voor kroegen. Nee, veel zaken, veel liedjes, veel relaties, veel herinneringen uit het verleden die liggen of beginnen in de kroeg. En ja, we vonden het ook gewoon leuk. We wilden het theater, we wilden het podium tot iets moois ombouwen waar de mensen zich toch wat knus aan doet, waar de mensen zich thuis voelen. En we moesten er ook een verhaal over kunnen vertellen en zodoende kwamen we bij een kroeg. Vol verwachting, vooruit, vol gas met de stereo luid, zo wakker. Nou, vanavond dus aan Muiden. We staan volgende week vrijdag staan we in Heergewaard in Koel Kunst Cultuur. Dat is ook Noord-Holland dus. 27 maart staan we in Carré. En ik weet niet of er nog meer in Noord-Holland komen, maar dit zijn er dan even drie die ik nu zo op mijn huis schud. Maar Carré is wel een hele speciale, niet alleen voor jullie, want jullie hebben nog nooit in Carré gestaan, maar er is nog iets, toch? Ja, Jan Dulles, Scoop. Dat zeggen. Carré is de enige show waar wij een gastoptreden hebben en wel van onze Portugese vriendin Cuca Roseta. Dus die komt over uit Portugal om bij ons een gastoptreden te doen in Carré. Loop maar niet weg voor de man in de spiegel, ouder dan jezelf, je bent het echt.